Robbe de Hert zal worden herinnerd als Vlaanderens meest sympathieke beeldenstormer. Altijd te vinden voor een straffe uitspraak, maar ook een man met een gouden hart. Met zijn geliefde remake van De Witte van Sichem schopte hij de Vlaamse boerenfilm een sociaal bewustzijn. Dat is altijd hetzelfde. Ik heb het altijd gedaan. De mens krijgt die gedomme meer slag dan eten. Met acteur Michael Pas praten we over de gulzigste cinefiel van het land en zijn toch wat onderschatte filmoeuvre. En over alles wat Robbe tot Robbe maakte. Ik ben Anke Brouwers en dit is Meet the Masters. Home. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Houston, we have a problem. Van één zorg mag je zeker zijn. Gekloot. Zet je altijd. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij Meet the Masters. Vanavond zullen we het hebben over het oeuvre van Robbe de Hert. We bekijken ook De Witte van Sichem. Maar laat me eerst eventjes Robbe voor jullie, voor wie dat nog nodig zou hebben, kaderen. Robbe werd geboren als Robin de Hert in 1942 in het Verenigd Koninkrijk. En hij stierf in 2020 in Antwerpen, zijn eigen Hollywood aan de Schelde. Als Robbe de Hert was hij jarenlang een van de meest herkenbare en unieke figuren van het Vlaamse filmlandschap geweest. Als 13-jarige zag hij nogthans voor zichzelf een toekomst als ofwel geheime politie, journalist of filmster. Filmstaar in zijn sappige Antwerps. Maar zijn ouders stuurden hem heel verstandig naar de vakschool om elektricien te worden en zo werd de bioscoopzaal eigenlijk zijn eigen filmschool. De Hert zou uiteindelijk een 40-tal films maken, korte en lange, zowel documentaires als speelfilms. Hij vond inspiratie en stilistische voorbeelden in het hele spectrum van de filmgeschiedenis, zowel in klassiek Hollywood, in de westerns met John Wayne, of de jongere films met James Dean, bij de Britse Free Cinema Movement, bij Amerikaanse independent cinema, zoals de films van John Cassavetes, maar ook in het meer politieke werk van Jean-Luc Godard. In 1966 richtte hij een filmcollectief op. Dat was onder andere samen met zijn broer Jos, het filmcollectief Fugitive Cinema. Het collectief ging de strijd aan, een beetje met het gebrek aan cinefiele ambitie in Vlaanderen, met de status quo, met de op dat moment nog monopolistische en stugge openbare omroep en de in hun ogen fantasiearme filmcommissies. De Hert's heel romantische nonconformisme was natuurlijk zowel zijn grote charme als ook zijn handicap. Hij botste meer dan eens frontaal met de formele regels van de gesubsidieerde filmproductie. Niet voor niets trouwens was een piratenvlag het symbool van de fugitive filmmakers. Maar het filmcollectief bood ook ruimte aan de Hert's sociaal en politiek engagement. Veel van de Hert's films uit de jaren 60 en 70 laten zich kenmerken door een vormelijk zelfbewustzijn, een experimenteerdrang, een niet-klassieke verhaalstructuur en collagestijl, waarbij documentaire en fictie vaak met elkaar vermengd werden. In De Witte van Sichem uit 1980 paste hij een meer publieksvriendelijke, een meer toegankelijke manier van vertellen toe. Maar inhoudelijk bleef hij trouw aan zijn sociale sensibiliteit. In tegenstelling tot de originele Witte uit 1934 injecteerde hij de humor en cholerieke momenten met hard realisme en sociale kritiek. Met Zware Jongens, een komedie uit 1984 met Gaston en Leo, leek hij helemaal mainstream te gaan. Maar dan kwamen er films als Blueberry Hill en Brill Cream Boulevard, waarin de Hert zijn mix van een beetje ogenschijnlijke nostalgie vermengde met subtiele maatschappijkritiek. Die mix werkte hij verder uit. De hoofdrol van het personage Robin de Hert werd in beide films vertolkt door Michael Pas, die daarmee een beetje het filmische alter ego werd van de Hert. Nog vermeldenswaardig zijn Gaston's War, een Vlaamse verzetsfilm, en de verfilming van Lijm uit Been van Willem Elschot. Als zelfverklaarde cinemaloper was de Hert een echte filmkenner. Hij draaide ook verschillende documentaires over film en filmcultuur, zoals bijvoorbeeld De Droomproducenten of Jansen en Janssens draaien een film. Zijn laatste film was dan ook zijn passieproject, getiteld Hollywood aan de Schelde. En na een erg hobbelig parcours, de film was al in productie sinds 2001, ging uiteindelijk de première door hier in Oostende in 2018. De verteller van de film was, hoe kon het ook anders,
Michael Pas. En diezelfde Michael Pas, acteur, stemacteur, presentator en allround aardige kerel, is vanavond onze gast. Hij speelt zijn hele leven al theater en acteerde in talloze film- en televisieproducties. Willekeurige hoogtepunten, zoals al eerder genoemd, de films met Robbe, De Hert, Blueberry Hill, Brill Cream, Boulevard, Daans, Team Spirit, reeks en film. Code 37, reeks en film, Leef de Ridder en ook Nymphomaniac van Lars von Trier. Aan de talloze theaterproducties begin ik niet eens. En ik denk ook niet dat, dat je het ooit van je afgeschud zal krijgen. Maar Michael stel natuurlijk alle harten als flikflakkende boerenjongen in de jongere reeks. Kuldersiepje, of course. Of course. Welkom, Michael. Dankjewel, Anke, voor deze mooie inleiding. En voilà. Je hebt, toen we jou vroegen om een film te kiezen, om een master te kiezen, stelde je Robbe de Hert voor en De Witte van Sichem. Hoe belangrijk is deze film voor jou? Het is een bijzonder verhaal. Ja, voor mij is die film heel erg bijzonder, want dat, ik ga al spoileren. Ik speel daarin mee, in die film. Ik beschouw het nog niet echt als iets, als een wezenlijk onderdeel van mijn carrière. Ik was 13 jaar, echt nog een kind. Die film was een heel erg groot avontuur voor mij, maar wel heel erg tekenend voor het verdere verloop van mijn leven. Omdat ik daar echt iets ervaren heb. Film maken, dat is niet iets abstract. Dat is niet een verre droomwereld waar je niet bij kan horen. Nee, dat blijkt dus een heel erg concrete bezigheid te zijn. En na een paar dagen op zo'n filmset als kind ontdek je, oké, er bestaat zoiets als een camerateam en als een geluidsdepartement. En die schijnbare doelloos door elkaar heen krioelende groep van crewmembers, die hebben allemaal een taak en een functie. En gaandeweg ontdek je dat het acteur zijn ook een taak en een functie is. Dus bij mij is daar echt wel het zaadje geplant van wauw, ik wil later echt hierin verder gaan, in die film. Ik wil hierin blijven, in die wereld. En een van de elementen van die wonderlijke wereld waar ik in terecht kwam, was natuurlijk ook die figuur van Robbe de Hert, die toen al larger than life was en die in niets beantwoordde aan het beeld dat ik op voorhand had van de regisseur. Want de regisseur hier, dat was Robbe, die toen enorm echt imposant eruit zag. Hij was langharig, bebaard, nogal zwaarlijvig, grote slobbertruien. Daaronder een korte blauwe voetbalbroek. En dan witte sokken in, of sandalen, of laarzen, naar gelang de weersomstandigheden waren. Een grote handdoek gedrapeerd rond zijn nek. En luid schreeuwen, pratend en gesticulerend en woest over de set heen en weer lopend. Dus het was een redelijk indrukwekkende verschijning als kind. Op dat moment kon ik natuurlijk nooit niet vermoeden dat ik later die figuur zou vertolken, tot twee keer toe, in films over zijn leven. Maar goed, voor mij was het enorm indrukwekkend. En natuurlijk, ik werd gevraagd om in de reeks Meet the Masters. Dus ik dacht, laat ik eens een Vlaamse master nemen. En toen dacht ik, oké, misschien is het tijd om eens hommage aan Robbe te brengen. En voor mij is eigenlijk De Witte zijn masterwerk. Mm-hmm. En we gaan straks misschien nog wel duidelijk maken waarom. Ja. En ik hoop dat jullie na afloop van deze film het daarmee eens zijn. Dat dat een heel erg mooie, goed gemaakte, wel doordachte, prachtig uitgevoerde film is. Je beschrijft net ook een opvallende figuur, dat zeker. Maar ook die rondloopt en roept en een beetje een grote brulbeer misschien was. Hoe was hij met kinderen? Want je bent op dat moment heel jong. Kinderen regisseren, was dat op dezelfde manier als hij met zo'n volwassene acteurs omging? Ja, weet je wel eigenlijk. Maar hij zag er wat uit als een beer, maar eerder als een vriendelijke beer. Hè? Een grote vriendelijke beer. Een knuffelachtige beer. Nu, hij was wel zo slim geweest. Hij dacht, een groot aandeel van die film bestaat uit die kinderen, hè, De Witte, en zijn entourage, de vriendjes en het klas in het dorpsschooltje. En Robbe dacht, ik moet ervoor zorgen dat die groep kinderen elkaar echt goed kennen. En als ik de eerste scène draai met die kinderen, dan moet het al een groep zijn met een pikorde en met mensen die elkaar kennen en met bepaalde figuren erin en grappenmakers en seutekes en alle. Hij wilde echt dat het een levende groep was. En nadat hij dus best veel tijd heeft besteed aan het selecteren van zo'n groep, hij heeft audities gedaan, georganiseerd op verschillende plekken in het land. En in een van die audities in Antwerpen was ik dan een van de kindjes die mocht meedoen. Wij zijn eigenlijk met al die kinderen de hele zomermaanden
op vakantie geweest in Zichem. In het schoolgebouwtje van Zichem was een klaslokaal. Daar stonden veldbedden in en wij sliepen daar. Wij brachten daar de hele week. In het weekend mochten we naar huis, maar de hele week sliepen wij daar, speelden wij daar, knutselden wij daar, voetbalden wij daar, staken we daar ook kattenkwaad uit. De politie van Zichem stond al heel snel voor de deuren van dat dorpsschooltje. En ja, na 2 dagen was er al echt een hechte groep, een soort verwilderde padvinders. Redelijk chaotisch was het, want Robbe had zoiets van, laat die mannen maar doen, dat die maar wagen, we gaan er goed leren kennen. Dus er was bijzonder weinig structuur. Er waren een paar begeleiders bij die enige structuur probeerden te handhaven erin. Maar daarom vond er helemaal niet erg dat daar kattenkwaad ontstond. En integendeel, vond hij wel passen bij de sfeer. En Erik Klerks, die de rol speelt van de Witte, die zat er ook bij. En al gauw, ook wel best spannend eigenlijk, ontstond zo het sfeertje van, mannen, iemand van ons hier is de Witte. En hij weet wie het is, maar hij mag het niet tegen ons zeggen. Maar dat was ook zo. Dus Robbe wilde geen onderscheid in die eerste weken tussen de Witte, de hoofdrol, zeg maar, en de figuranten. Nee, hij wilde dat het 1 bende was. Dus het heeft wel een paar dagen gekost tot we erachter kwamen dat Erik Klerks dan de Witte was. Ja. Spannend. En was het dan omdat hij inderdaad zijn haar moest laten kleuren om nog wat witter te zijn dan hij zelf was? Ja, zeker. Ja, zijn haar werd geverfd en kort geschoren. Ja, ja. Ze zijn er allemaal onder de tondeuzen gegaan. Hè. Dat zal je wel zien. Maar inderdaad, op zomerkamp gaan en dan denken, dat is het leven van een filmacteur. Ja. Niet moeilijk dat je dacht, daar wil ik de rest van mijn leven aan wijden. Ja, het was prachtig natuurlijk, want ja, kostuums en klompen aangemeten krijgen, een ander kapsel krijgen, in prachtige decors terechtkomen tussen de boerenpaarden, prachtige boerderijen en landschappen in de streek rond Zichem, Averboden. Dat zal je wel zien, ja. En de ouders vertrouwden het hele boeltje. Ja, dat was eigenlijk best grappig. Dus met de ouders brachten wij daar naartoe. Ah, onze Micha mag meespelen in de film. Dus die brachten wij naar Zichem maandag. En dus vrijdagavond kwamen ze mij halen. En ze kwamen iets te vroeg en het avondeten was nog bezig. En mijn ouders komen naar binnen, terwijl wij volop aan het eten waren. En op dat moment vlogen de patatten en een stukje brood over de tafel. Was een gevecht met ertjes bezig en patatten die in soep komen terechtkwamen. En mijn ouders waren echt zo bouche bée. Die zeiden niet veel. En we reden naar huis. Ik had ze op de achterbank. En was even stil. En toen zei mijn mama, Micheltje, je weet toch, als je niet terug wilt, je hoeft niet. Hè? Die dacht echt, oh god, mijn kind is terechtgekomen in een soort strafkolonie of zoiets. Ik weet niet wat ze dacht. Maar ik zei, hoezo niet terug wil? Natuurlijk wil ik terug. Het is daar fantastisch. Ja, ik was me helemaal aan het uitleven daar. Ja. De film zelf, als je kijkt naar hoe de film is opgebouwd, het verhaal, bestaat eigenlijk uit voornamelijk momenten, episodes. Ja. Dus het is ook maar een kort moment eigenlijk in het leven van de Witte. Wat voor effect heeft dat ook voor jou als kijker eigenlijk op die film? Ja, het is geen evidente keuze eigenlijk van Rob. Hè. Ergens blijft het wel trouw aan het boek. Hè, want als je het boek De Witte van Zichem van Ernest Klaas leest, is eigenlijk ook zo opgebouwd. Je voelt ook eigenlijk dat echt zo de laatste maanden van een jongetje zijn voor hij volwassen wordt. En is ook een aaneenschakeling. Elk hoofdstuk is eigenlijk zo een streek die je uithaalt. Hè. Zout op de pataten. De jongens. Er zijn een aantal van die episodes daarin. Ik weet het nog wel toevallig, want nog niet zo heel lang geleden werd de 100ste verjaardag gevierd van de editie van De Witte. En toen heb ik voor een audioboek heb ik de hele Witte ingelezen. Dus ik ben nog eens daarin verdiept. En dan valt het mij op inderdaad dat Ernest Klaas eigenlijk niet echt een grote boog trekt, maar eigenlijk fragmenten toont van flarden, leven op het land als 11, 12-jarig knaapje. En dat heeft Robbe wel gehandhaafd. Robbe heeft er zelfs wel meer verhalende elementen aan toegevoegd. Hè. Die groeiende liefde tussen Heinke, de oudere broer, die dan uiteraard verliefd wordt op de dochter van de herenboer. Dus een soort klasse, een standenverschil. Dat komt al terecht bij iets wat Robbe natuurlijk heel interessant vindt. Ook op het platteland, ook een klassenstrijd. Klassenstrijd is niet alleen de arbeider tegen de fabrieksdirecteur, maar ook de keuterboer tegen de herenboer, die de paarden heeft en de dingen. Het is dus een film waar je eigenlijk moet genieten van de sfeer. En de dagen gaan voorbij. En je bent als kijker getuige van de laatste kinderlijk onschuldige zomer van een jongetje die heel snel volwassen zal moeten worden en dat zelf nog niet echt heel goed beseft. Louis, ik heb met jouw vader geklapt. En dat is allemaal niet zo schoon wat ik te horen heb gekregen. Maar ja, er is veel werk. En uw vader heeft me verteld
Als dat gekerst wordt gehouden, dat je heel hard kunt werken. Zei die dat? Morgen kom je nog hier, naar de hoef, werken. Wat blief? Mijn vader heeft mij anders niet verteld dat je doof zat. Nee, het is inderdaad, het heeft iets heel treurigs bij momenten, soms iets tragisch, heel veel die droefheid. Hij wordt verplicht ook om op te groeien. Maar tegelijkertijd, het is een ontzettend grappige film. De humor typeert ook de hele film. Die humor typeert en de Witte wordt echt neergezet als een rebel. Die echt rebelleert tegen, heel vaak tegen onrecht. Hè. Het is heel vaak gekoppeld straf, schuld en boete in een aaneenschakeling. Je bent stout, je krijgt kletsen. En je bent boos omdat je klits hebt gekregen. Dus je neemt wraak, dus je bent weer stout en je krijgt weer klitsen. Het is een soort aaneenschakeling van actie en reactie. En een opeenstapeling van geweld ook. En waar het in een boek van Ernest Klaas wordt er eigenlijk heel luchtig over geschreven. Hè. En toen kreeg de Witte de pandoering van zijn leven. Hè. En met warme billen ging hij naar bed en zonder eten. Zo. En dan wordt ze een beetje oh, leuk. Terwijl eigenlijk, dat gaat over kindermishandeling. Hè. Dat gaat over mensen die worden domgehouden door de kerk. Die worden uitgebuit door de heerboer en zo. En dat is natuurlijk iets wat Robbe heel erg tussen de regels heeft gelezen bij Ernest Klaas. En er op een hele subtiele manier in de verf zet in die film. Het begint dan met die muziek eigenlijk, heel snel al. Je ziet een prachtig landschap, je denkt, oh, mooi. Voor je het weet, stappen jullie allemaal in een bad van nostalgie. Je denkt, dat was Vlaanderen. Zo, Vlaanderen van de postkaart van vroeger. Dat is het Vlaanderen waar onze ouders over vertelden, toen het leven nog onschuldig was. Maar dan komt daar heel snel al die treurige muziek op. Die prachtige muziek van Jurgen Knieper. Die maakt dat je een beetje in je maag iets onheimelijk voelt van, maar dit is daar niet leuk. Dat ziet er mooi uit, maar het prachtige boertje dat daar staat te harken op zijn veld, die is kromgewerkt op zijn 30 en die verdient het zout op de pataten niet. En dat sociale onrecht van dat arme, arme, arme Vlaanderen, gebukt onder kerk en staat, ja, dat zie je heel goed in de manier waarop Robbe het in beeld brengt. Ja, het is natuurlijk opmerkelijk inderdaad, hè, dat je denkt misschien in het begin, ah, het pastorale Vlaanderen van vroeger, de muziek. Maar die openingsbeelden zijn ook, ik vond ze heel frappant met de film te herbekijken. Wat de eerste beelden, kan je het nog herinneren wat de eerste beelden zijn die je ziet? Ja, ik denk, ik zie voor mij, correct me if I'm wrong, ik zie een landschap. En dan zie je een kraanshot en je neemt eigenlijk een close-up van Jezus Christus. Een hoog Christusbeeld dat neerkijkt over de velden. En je hebt dan Christus die op een kerktoren staat of op Abdij van Averboden of zo. Dat is een kraanshot. Je moet er eens goed naar kijken. Nu is het heel erg makkelijk. Met een drone maak je heel, in de eerste de beste reality-reeks heb je al een vliegend shot. Maar dat cameraatje is maar zo klein zijn nu, maar dat is zo'n dikke, vette camera. En een kraanshot is iets dat heel erg duur is, heel veel tijd kost. En dat is echt waar een regisseur heel erg moet over nadenken en overleggen met zijn producer van hoeveel kraanshots kunnen we ons permitteren in deze film. En hij doet er al direct om, niet om een speciale actie te filmen, maar gewoon om Jezus Christus te plaatsen boven de maatschappij. En dat zit al direct de teneur. En Robbe natuurlijk als zeker in die tijd als trotskist en zwaar anti-katholiek, heeft er erg voor gewaakt om niet te pamfletair over te komen. Een van de sympathieke figuren in de film is ook Pastoor Munthe. Heel leuk en aandoenlijk neergezet door Luc Philips. Maar door dat kraanshot en die dominante Christus daar te zetten, geeft hij al heel duidelijk mee aan ons, dit volk gaat gebukt onder de kerk. Ja, het is inderdaad een visuele vondst die bijna aan je voorbij zou kunnen gaan, maar dan wordt bevestigd in de rest van de openingsbeelden krijg je in bijna elk shot, als de generiek loopt, ergens een kerktoren in beeld. Ja. Dus je krijgt verschillende beelden van het landschap en van een boer op het water en de mensen in het veld. En altijd ergens zie je daar nog een koepel of een kerktoren. Ah, ja. Dus die aanwezigheid ook permanent. En je hoort het ook heel vaak. En je hoort heel veel klokken en klepels en ook zo. Op de soundtrack. Dus daarmee wordt al heel veel gezegd. Het is niet alleen wat misschien het oorspronkelijke werk een beetje had. En zeker in de eerste verfilming. Dat krijg je vooral dat pastorale Vlaanderen met niet al te veel kritiek. Krijgen we hier wel kritiek. En dat is typisch Robbe dan. Hè? De kritiek van de kerk die ons gaat proberen te onder de knoet te houden. Maar niet alleen de kerk. Het onderwijs, de leraar doet daar ook aan mee. In het gezin heb je eigenlijk ook een tyrannieke vader. Ja, zeker die patriarchale, hiërarchische maatschappij, dat wordt op alle levels doorgezet. Hè? De herenboer boven de kleine boer, de kerk
boven de politiek boven de kleine man. In het gezin de man boven de vrouw. De oudste broer mag lappen geven op de jongste broer en die mag dan de hond een schop geven. Het is echt een hiërarchie. En iedereen krijgt klappen van boven en trapt naar beneden. Ja. De film zou kan een beetje aanvoelen als kabbelend, hè, dat je die verschillende scènes of die sketches bijna, die vignettes krijgt uit dat leven van Witte. Maar er zijn een heleboel elementen die terugkomen, die een soort van heel trage, subtiele opbouw krijgen. Zoals dan misschien dat eerste beeld van Jezus Christus zou je zo kunnen zien als motief dat terugkeert. Maar ook in van de eerste scènes, daar heb je meteen de humor die eigenlijk een je ziet de koster, hè, Chris Kouwenberg speelt de koster. En een van de eerste zinnen, die ook weer op het typeren, denk ik, is dan ook... Hij probeert de kast open te krijgen die wat klemt. De tjuu. Dat zou een stoeme kast begot. Ja, en hij krijgt die kast niet open. Hij ziet hem wringen en zegt, oh, stomme kast. Zegt hem, stomme kast. En dus, oké, dat is gewoon, je ziet gewoon een koster in gevecht met de materie die nu we luisteren. Maar heel veel later in de film zie je de Witte als misdienaar ook aan diezelfde kast trekken en sleuren. En ze krijgen ze wel open en ze halen de miswijn eruit om het op een zuipen te zetten. En ze worden net betrapt dan door de pastoor, denk ik. En toen dacht ik, dat is nu echt wel grappig, want de eerste zin in die film is stoeme kast. En ik herinner mij, als ik dan ongeveer 15 jaar later meespeel in Blueberry Hill, mijn eerste scène is, mijn personage wordt geïntroduceerd, een brommer die niet wil starten. Ik probeer met een brommer te starten. En het eerste wat je mij hoort zeggen in je film is, stoeme brommer. Ja, dat is toch iets van Robben. Zo. Een echte auteur. Hè, de echte auteur. Drie keer. Dus eigenlijk in die hiërarchie, dus ik ben nog verder gegaan. Hè, dus eigenlijk, en het kleinste jongetje van die klappen krijgt, die schopt dan maar de hond. En je kunt dan, als je niemand meer vindt om op te trappen, dan kun je ook nog je afreageren op de materie, hè, op de kast of op de brommer. Er is altijd nog wel iets te vinden om je frustratie op door te geven. Als je kijkt, ik ben nog eventjes terug bij het begin van de film, dat er eigenlijk zoveel verteld wordt, maar ook, ik keek met zoveel bewondering naar de openingstitels, waarin inderdaad de namen van alle medewerkers worden verteld. En alleen al, als je kijkt, het scenario, geschreven door Robbe onder andere, maar samen met Fernand Aura. En nog bijgestaan door Louis Paul Bolen, Hugo Claus. Hugo Claus, ja. Dat is ook iets dat opvalt. Hè. Het is een film van die jonge, rebelse maker. En toch zie je daar toch die medewerking, met medewerking van, maar ook een soort van bevestiging. Hè, als iemand zeker, als Louis Paul Bolen zegt. Ik denk dat in de culturele wereld op dat moment Robbe werd gezien als een soort... dat is een beetje een wonderkind. Zoals elke generatie er wel een paar heeft. En mensen, ook mensen die al iets langer in het vak staan, hebben daar dan sympathie voor en willen hem helpen. Robbe was niet echt geweldig goed gestudeerd. En Robbe kon ook niet zonder dt-fouten schrijven, maar hij had wel ideeën over scenario's. En hij zag donders goed het verschil tussen een goede scène en een slechte scène. Hij schreef zelf scenario's. Maar ook goed voor hem. Af en toe keek over zijn schouder keek Louis Paul Bolen mee of Hugo Claus. Die zei, probeer daar eens of doe dit eens. En ik vind het wel schoon eigenlijk dat zo'n... die iets oudere generatie hem wilde beschermen eigenlijk en een beetje wilde helpen. Hij slaagde daarin. Dat is iets wat Robbe kon. Mensen, ondanks zijn gebrek aan opleiding, hij is niet naar een filmschool geweest, hij is niet naar een scenario school geweest, maar hij had een drive en iets te vertellen. En heel zijn leven lang heeft hij daar heel veel mensen gewoon door zijn drive warm gemaakt en getoond dat hij iets te zeggen had. Ja, en ook het is... Niet toevallig had hij die mensen ook al... Ik was hier ook al vroeger in zijn carrière tegengekomen. Hè. Hugo Claus speelde. Hij speelde als acteur in een van de vijanden van Hugo Claus. En Louis Paul Bolen was een acteur geweest in zijn kortere films. Onder andere De Bom. Wat ook gebaseerd was op werk van Bolen zelf. Ja. Dus hij verkeerde al in die cirkels natuurlijk. Zeker. Dus, en daar is er ook Walter van den Broek bijgekomen, bijvoorbeeld. Die ook hem geholpen heeft bij de scenario's van... Onder andere Blueberry Hill en Brilkin Boulevard. Ja, Robbe was ook wel slim genoeg om te weten van ik moet zorgen dat ik raad kan krijgen of me kan omringen met goede mensen. Dus inderdaad, in De Vijanden heeft Robbe eventjes zijn droom van filmster kunnen waarmaken. Filmstar. Prachtige, mooie kop. Hè? Dat is een heel mooie man. Absoluut, Robbe, ja. Maar hij kon niet klappen. Hè? Hij kost niet klappen. Dus het is bij die ene rol gebleven. Het is goed voor hem dat hij die overstap heeft gemaakt naar... Achter de camera, ja. Ja, blijkbaar is hij heel even te zien, ook in Flodder. Ja, oké. Okay. Oh, dat was geen dragende rol. Nee, en sowieso ondertiteld. Ja.
Je krijgt in de film ook een mooi... Je ziet hier ook weer uiteraard de aanwezigheid van Louis Paul Boon. Wordt ook in de film zichtbaar. Doordat als je kijkt, op een bepaald moment zie je op de muren geschilderd woeste buiten en levende socialisten. Mm-hmm. Een project waar je op dat moment ook al van droomde. Daans. Dat is al een verwijzing naar Daans. Ja, het is dezelfde tijd. Zeker. En woeste. Zie, ja, als je goed oplet, zie je op de muur gekalkt staan, weg met woeste. Woeste, die, ja, in Daans is woeste de slechterik eigenlijk, de antagonist, de antipode van Daans. Daans die staat voor het progressieve katholicisme en het rechtvaardige. En woeste die staat voor de, op dat moment de voorzitter van de Christenen Volkspartij. En ook minister zelfs op dat moment. Ja, die... En effectief, Robin heeft ooit heeft vrij lang rondgelopen met het idee en de droom om Daans te verfilmen. Uiteindelijk is dat project dan bij Stijn Konings terechtgekomen. Ja. Ja. En een groot succes. Het zal hem plezier en pijn gedaan hebben, kan ik me voorstellen. Ja, succes. Misschien een mengeling van beide. Ja. Succes van beide. Dat hij gelijk had dat het project inderdaad universeel aan zou spreken. Maar dan jammer om het zelf niet gemaakt te kunnen hebben. De socialisten komen ook aan bod in de film. Ze worden heel grappig omschreven als nooit content. Ja. Ook mensen die niet kunnen verdragen dat een ander iets meer verdient. Jaloerse mensen. Jaloerse mensen, inderdaad. Ja. Lastigaards, vervelende ook grappig mensen. In de scène tijdens de godsdienstles wordt er in de klas aan jongetjes gevraagd wie heeft Christus aan het kruis genageld? Christus is op de wereld gekomen om ons de weg naar de hemel te wijzen. Maar de wereld heeft hem niet aangenomen en ze hebben hem aan het kruis genageld en is gestorven. De wie? Wie heeft dat gedaan? De socialisten gedoemen. Goed kerel, het juiste antwoord. Hè. Dus dat allemaal, ja, zeker. Dat vond Robin natuurlijk als overtuigd socialist heel erg grappig om dat soort dingen erin te verwerken. Ja. En dan zeker ook als een beetje boze, nooit contente groep is het misschien ook, staat het ook misschien voor Robbe de Hert als maker of het filmcollectief. Zeker, waarschijnlijk heeft er verwijt ook vaak gekregen van Robbe, nooit content. Ja. Zeker, vast. Wat mooi is aan de film is dat er heel vaak samenhorigheid wordt getoond. Dus je hebt inderdaad die jongens, heeft hij dan gecreëerd, die vriendjes op school. Maar je ziet dat ook wel, de boeren op het land vormen ook wel een groep. Hè. Dus de scènes waar je mensen ziet werken, een hard labeur ziet doen, is er tegelijkertijd ook, wordt die schoonheid van samenwerken ook wel getoond. Mm-hmm. Dus het is niet alleen zo een kommer en kwel dat je ziet, hoewel het soms vaak echt wel pijnlijke momenten zijn. Maar je krijgt ook daar weer die blik die niet zo... eng is, die een beetje open is. Ja, klopt. Ja. En soms laat hij zichzelf ook een beetje gaan en geeft hij ons ook de kans om te genieten van die schoonheid. Want ja, het is ook voor veel mensen, als er wordt gesproken, als mensen het zo vaak hebben over de goede oude tijd, er zijn vast wel dingen geweest waar mensen naar terug verlangen. En die samenhorigheid is misschien wel een van die dingen natuurlijk. Maar het toont ook meteen in de volgende scène dan de donkere kant van samenhorigheid. Namelijk als ze in de kerk zitten. En dan worden ze echt samengehouden in die kerk. En iedereen zit daar dan te luisteren naar het woord van God. Ja, en dat is natuurlijk de manier om al de mensen samen te houden. Op een negatieve manier. Dan door die onderdrukkende sfeer van de bestraffende God. God die tegen de socialisten is, blijkbaar. Je hebt een... ook een mooi moment, eigenlijk een scène die ook werd geprezen toen de film uitkwam, omdat het eigenlijk het is een soort van massascène. Het is iets waar jij ook bij betrokken was als acteur. Het gaat erom de kinderen. Op een bepaald moment gaat de witte in de literatuur. Het is eigenlijk heel mooi dat hij in de literatuur eigenlijk zijn verbeelding laten werken en daar een soort van ontsnapping in ziet. En ze gaan eigenlijk de Leeuw van Vlaanderen, de Gulden Sporenslag, gaan ze naspelen. Ja. En dat is ook een groepsgegeven. Hè? Ja, dat is een heel mooi hoofdstuk in de film eigenlijk. Ernest Klaas laat de Witte ook een boek ontdekken. Ernest Klaas als schrijver gebruikt natuurlijk ook zelf het beeld van een boek als manier voor een kind of voor een onderdrukte om zich te bevrijden en te ontvoogden, namelijk door te lezen. En Robbe laat dat ook doen bij de Witte. Dus de Witte ontdekt een boek en wil het dan ook naspelen. En dus de Witte wordt eigenlijk ook een beetje de regisseur van de Gulden Sporenslag. Hè? Dus daar gaat Robbe ook wel een beetje zichzelf projecteren in de Witte. Ja. En andersom.
En dus dat, je ziet duidelijk dat de witte is die de leiding neemt en de hoofdrol speelt. En dat zijn de Walen en dat zijn de Fransen. En er is eigenlijk heel erg hard aan gewerkt aan die scènes. Rob heeft echt wel er een paar dagen voor uitgetrokken. En die echt geregisseerd alsof het een oorlogsfilm was. Om te beginnen, al de wapens die je ziet in die scène, die hebben we allemaal zelf gemaakt. Die was ook weer een activiteit die we hadden de dagen op voorhand. Mannetjes, volgende week is het de grote slag. Zie dat je bewapend bent. En dan dat was dat echt fantastisch. En dan, ik weet nog dat ik bij de overbuurvrouw gevraagd heb, heb je niet nog een deksel van een kookpot dat ik mag hebben of zoiets? En dan in bos gingen we tak halen. En de dag zelf kwamen de schminksters naar ons toe. En wie speelde de Fransozen? Ja, ik was bij de Fransozen. Wij kregen een pot confituur en een borstel. En we moesten onszelf schminken. Met de Fransen waren allemaal met als echte confituur. We hebben heel wat geplakt van de braambessen- en aardbeien-confituur. Want er moest duidelijk een visueel verschil zijn tussen, tussen de Fransen en de Vlamingen. En ja, we echt zo oprukken in de eerste rij, de tweede rij. En gaandeweg zie je, zijn er mensen die slachtoffer worden en die afvallen. En er werd echt ook zo genoteerd, hè, door het script van jullie zijn al, nee, jullie niet meer, want jullie zijn al gestorven in de vorige scène. Ik heb nog 3 Fransen nodig die nog leven. Jullie zijn er nog. Oké, jullie gaan nu in de rechterflank aanvallen. En dus dat gevecht is echt, er is meer dan zomaar wat kinderen die op elkaar loshakken. Dat is echt, echt gestaged en gerepeteerd en heel veel plezier aan beleefd. Edele ridders van Vlaanderen en omstreken, gaat en bewapent u. De vijand is in aantocht, ons land is in nood. Alarm, alarm, alarm! En er is ook een jongetje dat een meisje aan haar vlechten meetrekt. Ja, dank je. Heb je nu gezien dat hij dat was? Ja, ik kon niet vragen, was jij dat niet toevallig, dat jongetje? Ja, dat was ik toevallig. En dat is dan, ik vraag er een beetje verschoning voor. Maar ik heb een meisje niet echt pijn gedaan, hoor. Maar die had een mooie vlecht. En dat is dan toch al een klein beetje de acteurtje in mij. Ik dacht, dit is volgens mij een goed beeld, dacht ik. Ik heb er echt gedaan. Als ik dit doe... Ik had wel goed, we waren met z'n drieën. Hè. Die twee anderen pakten haar bij het haar en ik dan zo'n beetje bij de armen en ik dan zo'n beetje bij het haar, waardoor het leek alsof ik haar heel hard... Ik dacht, dit gaat zeker de eindmontage halen. Dacht ik, dit is een mooi beeld. Ik zit in de film. Dat is echt een goede leerschool, duidelijk. Hè. Die summer school. Ja, het is echt een film zomerkamp. Ja. Wat dat ook voor mij nog extra mooi maakt, is dat je hebt die scène, je hebt dus die veldslag die plaatsvindt, maar hij neemt ook de tijd, of hij neemt een kader zo ruim, dat je ook de werkende boeren aan de rand ziet. Dus de volwassenen die ondertussen het land aan het bewerken zijn. Wat ook weer opnieuw dat thema van dit is het verschil, dit zijn jonge kinderen die nog aan het spelen zijn, maar na de zomer zitten ze aan de andere kant, is het gedaan. Absoluut. En dan komt weer dat prachtige, melancholieke, muzikale thema opzetten. Je zou verwachten dat tijdens zo'n vechtpartij dat je daar een leuk muziekje op zet. Maar nee, er komt een hele treurige muziek op. En dat maakt het pijnlijk mooi eigenlijk. Want je ziet kinderen die zonder dat ze weten eigenlijk hun laatste onschuldige zomer beleven. Want in die tijd was het echt zo, op je 11, 12 jaar. Als je klaar was met lagere school, dat was of op het land gaan werken of in de fabriek. Aan verder studeren dacht op dat moment in zo'n dorp niemand. Hè. Dat was niet eens een optie. Dus die kinderen zijn zich blijkbaar nog niet echt bewust van het feit dat ze nog maar één zomer verwijderd zijn van het harde bestaan. Je ziet dan effectief die spoorwegarbeiders en die boeren die op afstand kijken naar die kinderen. En waarschijnlijk denken die, waar is de tijd dat we dat deden? En ook een beetje die tristesse van, je hebt de hele film al doorgezien, hoe al die kinderen om de 5 botten slagen krijgen van hun ouders, of van de leraar of van de pastoor. Krijg er meer slagen als eten, begot, zegt de witte ook letterlijk in de film. Waardoor hij gestraft wordt en nog wat meer slaag krijgt. En als de kinderen zich dan gaan ontspannen, het enige wat ze kunnen verzinnen is met stokken op elkaar slagen eigenlijk ook zo. Dus dat geweld wordt kinderspel en dat spel wordt geweld. Ik vind eigenlijk een hele mooie... Ja. Echt een mooie scène daardoor. Ja, oorlogje spelen, dat is inderdaad. Dat is wat ze kennen eigenlijk. Ja. Misschien een heel harde wereld waarin geweld vanzelfsprekend is. Vind je deze film een
Als je de balans zou moeten maken. Hè, want het was eigenlijk een beetje een verrassende keuze toen hij de film maakte. Een beetje via fugitive cinema culmineren altijd tegen die te veel bewerkingen van literatuur, saaie, ja, voorspelbare cinema. Gaat hij zelf eigenlijk met een bewerking van literatuur komen? Maar tegelijkertijd is daar dat politieke gegeven. Dat, de film eindigt ook, we moeten niet in detail treden, maar de film zit toch wel een belangrijke stap. Op het einde wordt ons toch nog... Je krijgt toch nog een klein laatste stompje. Ja, dus nog zo, je hebt de hele film en heb je nog zo een klein epiloogje. Nu klinkt het een beetje mysterieus, maar als het daar is, ga je zeker beseffen... Dit is het, waar Michael het over had. Er was op dat moment, toen de film uitkwam, ook best wel wat kritiek op. Want het was een toevoegsel van Robben. Want zo staat het niet in het boek. Daar staat niet wat Ernest Klaas bedoeld heeft. Daar staat iets wat Robben de Hert bedoelt en wat Robben de Hert verteld wilt hebben. En je zou de hele film perfect kunnen begrijpen en volgen zonder dat laatste stukje. Het is echt, een toevoegsel. Zo van, mm-hmm, bijna van, en voor wie het nog niet begrepen heeft, ja, misschien was hij zelfs een beetje te bang. Ik kan me nog wel voorstellen dat hij dacht van, ik heb die film gemaakt en wow, hij is wel heel erg mooi. En de nostalgie ligt wel op de loer. En die mooie muziek en die dingen. Ik hoop dat ik de mensen wel duidelijk genoeg maak, ja, dat het hier gaat over een kind in een onrechtvaardige wereld en misschien dat hij er toch nog een extra scène heeft. De scène is ook later gedraaid, ook echt. Hè. Mm-hmm. En ik weet niet of dat om productionele reden was of omdat hij gewoon later op het idee gekomen is. Dat weet jij, meneer. Zou ik eens moeten vragen aan Erik Lerks. Het is misschien wel een goed idee ook als filmhistorica om er eens achter na te gaan. Ja, inderdaad. Stond dat in het scenario? Ik weet het niet. Of heeft hij het heel snel besloten, of misschien effectief na de montage, dat hij dacht, there's something missing. Ja, en het sluit ook een beetje aan bij de vroegere Robben, de meer experimentele Robben, die metakritiek, tenminste films maakt, ook over films maken, of dat alleszins een deel liet zijn van zijn films, die dat zelfbewustzijn waar hij mee bezig was. Ja, je ziet heel duidelijk op het einde, je zou bijna vergeten dat het Robben de Hert was als je die film gezien hebt. Ja. Het zou net zo goed iets van de gebroeders Staviani kunnen zijn of zo'n prachtige Italiaanse film of zo. En daar opeens, in die laatste scène, zie je heel erg duidelijk, is het onmiskenbaar Robben de Hert. Mm-hmm. Dat zijn handtekeningen die hij nog eens dik erbovenop zit. Ja. Zo. Ik vind het wel schoon. Je hebt toch die momenten waar ook over gesproken werd. Hè. Er zitten een aantal cameo's, kleine gastoptredens in de film, die voor een stukje al ook een beetje verwijzen naar wat er later zal komen, maar die ook wel opmerkelijk waren. Bijvoorbeeld, hè, zien we al Gaston en Leo in een heel korte... Dat heeft Robben altijd heel erg graag gedaan, hè, in al zijn films. Bekende mensen vragen... Robben kende natuurlijk ook heel veel bekende mensen. Ja. En iedereen wilde ook zijn vriend zijn en zo. En natuurlijk vragen ook heel veel mensen... Oh, mag je eens nu meedoen of mag je eens niets hebt? En Robben zei, oké, als iets... Dus opeens komt daar in de trein naar Diest... komt Raymond van het Groenewoud binnen als kaartjesknipper. Goedemorgen. Kaartjes dat te bleef. Ja, dat is ook een beetje... Ook typisch Robben is een beetje van... Dat voor zo'n project is ook heel erg serieus, maar het is ook niet te serieus. Het is ook plezant, hè. Zo, hij vindt het ook gewoon leuk. En dan maakt er ook zo geen te heilige kunst van, hè. Natuurlijk, geeft er helemaal een pet op en dan is er een kaartjesknipper, hè. Hopla, leuk. Tuurlijk. Dat heeft Rob altijd leuk gevonden. En wie weet, misschien heeft het daardoor op de set... Gaston en Leo hebben iets meer inbreng. Die moeten zo echt de komieken spelen op de jaarmarkt, zeg maar. Maar wie weet is daar dan wel de klik ontstaan. Hè? Want een paar jaar later hebben ze Zware Jongens dan gedaan. Ja. Samen. Ja, die ook inderdaad wel een beetje werd gezien. Natuurlijk, het is een commerciële film met de twee populairste komieken van het land. Je kan de film ook een beetje als goed verstopte kritiek lezen op de macht van de politie dan. Hè, het gaat altijd over... De Zware Jongens, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die niet gezien. En ik heb ook nooit de behoefte gehad om die te zien. En ik weet nog zelf dat ik, toen die gemaakt was, dat ik ook zelf dacht, hè? Maar wat doet Robben nu zo? Ik voelde me een beetje vervreemd van hem daardoor. Ja. En ben ook eigenlijk uit een soort... Ik was toen een puber al ondertussen, van daar ga ik niet naar kijken. Zo. En dat heb ik dus nog steeds niet gedaan eigenlijk. Nee, ik heb hem ooit gezien, maar ook wel als kind. Dus niet teruggezien. Mm. Dus wie weet. Ja. Maar goed, voor Robben was er niet echt een verschil tussen hoge cultuur of lage cultuur of zoiets. Nee, nee, nee. Het marcheert of marcheert niet, is eigenlijk waar hij mee bezig was. Hè. Ja. Heb je, je zei, De Witte is zijn
chef-d'oeuvre, zijn grote meesterwerk. Vind ik, ja. Welke andere films heb je nog een boon voor? Of vind je het toch nog interessant of geslaagd? Of, Jawel, ja, dat is natuurlijk een beetje... Omdat ik er zelf in meespeel natuurlijk. Maar ik vind Blueberry Hill zelf abstractie doen van nemen van mijn aanwezigheid daarin. Hè. Dat had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Maar ik vind het ook mooi, omdat ik een aantal dingen ook herken vanuit wat ik zo mooi vind in deze. Ook een nostalgie en ook een esthetisch genoegen. De jaren 50 dan, de 50s, de glimmende jukeboxen, de oldtimers, de brommers, de vetkuiven, de rockmuziek, toffe sfeer, rock en roll. En dat dan confronteren met een strenge katholieke school, met een dominante, autoritaire schooldirecteur. En die jongens die solidair worden en in opstand komen tegen het grote onrecht. En dat zijn twee dingen. En ook de humor erin. En ook de gags en fratsen en streken uithalen. Ja, die cocktail die hier heel mooi te zien is en heel mooi werkt in De Witte, herken ik ook in Blueberry Hill. Ja. Je hebt net gezegd, je was 12, 13 jaar toen je in De Witte meespeelde. Ja, ik moet 13 zijn geweest, ja. Is het gemakkelijk, behalve dat natuurlijk je jongetje dat aan vlechten trekt, maar is het gemakkelijk om jou te herkennen, te spotten tussen die hoop jong geweld? Ik zal een hint geven. Mensen zeggen soms, ik weet niet of het nog zoiets is, mensen zeggen soms dat ik er een beetje jonger uitzie. Dat was toen alleszins ook het geval. Dus ik ben dan 13, maar ik zie er ongeveer 8 uit. Ik ben ongeveer zo groot. Mijn haar is heel kort. Ik zit hier in de klas, zit ik op de eerste rij. Dus af en toe als de camera zo'n beetje langs die eerste rij gaat, zal je mij zien zitten. Ik heb niet heel erg veel tekst in de film. En mijn stem klinkt ook een beetje anders. Maar op een bepaald moment wordt... ook een befaamde scène uit het boek van De Witte, dus dat moest er ook in staan, de sketch van... De jongetjes gaan zwemmen en de moeder van De Witte is boos en ze pakt zijn kleren mee en dan moet hij zijn blote naar huis. Hè. Ook dat krijgt hier veel minder leukigheid dan bij... Je ziet hem hier echt lijden en je ziet echt de psychologische marteling die hij hier ondergaat. Eerder dan in het leukere boek van Klaas, waar het gewoon een grapje is. En dus zijn moeder neemt die kleren mee. De Witte blijft alleen achter, naakt. Wij trekken onze kleren aan en is er één jongetje naast De Witte dat zegt... Ma, weet het toch? Je moet toch niet verlegen zijn met zo'n lawa zat vandaag? En dat ben ik. Voilà. Als je een no weg maakt, zie niemand om misschien. Krol, ik ben naar de huis gaan en mij wat kleren brengen. Kleren? Als moe is dat was. En dan grap in je bouw uit. Chef. Ik heb maar een broek in die in mijn kop. Oh, weet je, jong, moet je nou verlegen zijn met zo'n lawa zat vandaag? Ja. En daar zit hem. Ja. Goed, dat gaat niemand missen vanavond. Was ik het water? Voor dat je als dat gebeurt, dan even zo een tussenapplausje. Zo, ja. Was het water niet te koud? Het water was ijskoud, want die film was opgenomen in de zomermaand en toen was die scène draaien niet gelukt. Dus toen zijn we in eind september, begin oktober teruggeroepen en het was al ijskoud. Het was wel een pittige scène om te doen, want... Ze waren ook niet echt zeker over de kwaliteit van het water. En om alle risico's op ziek worden te vermijden, na elke scène, elke take, als we uit het water kwamen, werden we ook nog eens, dan had het al koud, nog eens afgespoten door de brandweer. Om de eventuele ziektes te vermijden. En we moesten in het water springen en zien dat je geen borrel pakt. En zo, dus we moesten zo wat... Oké. En na een paar keer hadden we al iets langere tanden om daarin te gaan. En toen zei Rob, kom op mannen. En wij zeiden, ja, zeg Rob, doe jij het dan? Zeiden wij, ik zal het doen. En Rob trekt zijn kleren uit en je springt in dat water. Blof! En die komt boven en zegt, amai miljard, dat is koud. Zei Rob. En toen was de scène, toen ging het allemaal ietsje sneller. Zo. Ja. Heel erg leuk. En daarna zijn we allemaal in de douche gestoken en droog gewreven en zo. Is heel goed gekomen allemaal. Maar dat was een pittige draaidag. Daar leer je als kind ook van, het is niet altijd roze geur en maneschijn in de film. Het is ook soms hard werken. Ja. Mm-hmm. Ja, het is leuk, die kleine achtergrond, die kleine anekdotes erbij. Maakt het kijkplezier alleen maar fijner. Ik hoop het, ja. Ja. Hartelijk dank. Geniet van de film en dank voor uw aandacht. Dit was Meet the Masters, een podcast van Filmfestival Oostende. Die kwam tot stand met de steun van Stad Oostende, De Standaard en De Grote Post. Productie en montage, Ronald Verhagen. Sounddesign van het Tune, Ben Venessoen. Meet the Masters komt terug volgend seizoen en ook tijdens Theater aan Zee op 6, 7, 8 en 9 augustus.
Kom langs voor een zomeravondfilm en gesprek. Alle info vind je op filmfestivalostende.be.